Thierry Aartsen is dat, lijsttrekker van de VVD met de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Nou, we laten deze foto zien en natuurlijk weer de vraag, gaat u stemmen op 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Als ik u deze foto laat zien, weet u wie dat is? Nee. Ja, de naam zegt me nog niks, maar volgens mij is hij van de VVD. Ja, klopt. Ja. Thierry Aartsen, hij is de lijsttrekker van de VVD met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ja. Ga u stemmen trouwens met de gemeenteraads? Ja? Altijd, altijd. Ik stem altijd op dezelfde partij. Weet u ook al op welke partij dan? Dat weet ik nog niet. Daar ga ik nog even naar kijken. Ja, ik twijfel nog. Ja. Weet je nog niet zeker dus? Nee, ik weet nog niet zeker. Nee. Waarom zou u niet gaan stemmen? Ja, ik krijg zoveel teleurstellingen. Waar moet de partij aan voldoen om uw stem te krijgen hier voor Breda? Hij moet natuurlijk iets voor de ouderen doen. Ja. Zeker te weten, want dat kan nog wel wat meer gedaan worden. En voor de jeugd. Nou, ja, ik moet even inlezen, want ik vind het wel tijd dat ze Breda een beetje op gaan knappen. Vroeger kon je gewoon naar buiten gaan. Mm-hmm. Dan ringt er een touwtje langs de brievenbus en dan kon er zo door. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je kan niet meer verschillend buiten lopen. Nee. Dus veiligheid, een belangrijk punt in de stad. Ze moeten eerlijk zijn en niet te veel drinken, hè, zoals in Oosterhout. Ze moeten er wel met de kop bij blijven. Ja, ja, en de handen thuis. Ja, 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 toch? Ja, multicultureel. Niet alleen maar ginneken of dit of dat. Maar ook echt puur voor Geer-Noord. Ja. Breda, hoe vies is dat? Het onderhoud is niet goed, vind je? Nee, onderhoud is slecht. Vooral de wegen. En langs de waterkanten. Maar wij wonen dan hier vlakbij en dan hebben ze weer rattenoverlast. Kijk eens aan. Waar niks aan gedaan wordt. Alleen een bord. Daar gaan ze niet van weg natuurlijk. Nee, daar gaan ze niet van weg. Ja, het is een VVD-stad en je merkt gewoon dat het echt puur in het centrum blijft. En aan de andere kant van de stad. Daar wordt veel geïnvesteerd. En in Geer-Noord wordt wel geïnvesteerd, maar alleen maar met subsidies en dat soort dingen. Als de subsidiekraan dicht wordt, er wordt niks meer gedaan. Welkom vandaag bij onze nieuwjaarsreceptie. De gelegenheid voor alle VVD'ers in Breda om samen het glas te heffen en een lekkere bitterbal te eten. Samen gaan we in 2018 een geweldig jaar van maken. 21 maart zijn er weer de verkiezingen en ik weet zeker dat we met deze geweldige mensen de grootste worden. Sven, wanneer voel jij nou het meeste Bredaner? Als ik s'avonds terugkom van mijn werk door de Willemstraat loop, Valkenberg in, dan denk ik echt van, ja, ik ben weer thuis in ons mooie Breda. Boas, waar ben je nou het meest trots op als je de afgelopen 2,5 jaar hebt bereikt? Nou, we hebben de afgelopen 2,5 jaar onwijs veel in de stad bereikt. De bootjes, we hebben heel veel geïnvesteerd in de bootjes, meer lichtplaatsen. We zijn best de binnenstad geworden. We hebben een aantal pleinen opgepakt, denk aan Prinsenbeek, 1 miljoen voor beschikbaar gesteld. Ton, Arnoud, wat willen jullie nou bereiken in Breda? Nou, ik wil één ding heel graag aangeven. Ik zou het heel belangrijk vinden, ik vind het heel belangrijk dat er in Breda een aantal grote ondernemingen zijn vestigen. Dat is goed voor de stad, goed voor de werkgelegenheid, dus ook goed voor de mensen en voor iedereen. Dat wil ik. En dan Arnoud? En ik wil dat er meer gebouwd wordt in Breda. Meer koopwoningen, maar ook in het middensegment gaan bouwen voor mensen, want daar is goed aan. Vind je een beetje gezellig hier, Manon? Super gezellig. Helemaal top. Waar ga jij nou het liefst op stap in Breda? Ja, het allerliefste naar het Pikhuis. En waarom? Warm bad, leukste barman van Breda. Voel ik me thuis. Eddie, wat vind jij nou, behalve natuurlijk jouw eigen kapsel, belangrijk in Breda? Wat ik belangrijk vind in Breda is dat mensen gewoon 's morgens aan werk kunnen en dat het gewoon doorstroomt. Bijvoorbeeld op de zuidelijke en noordelijke rondweg. Wat ik belangrijk vind is dat er veiligheid is in een wijk waar ze wonen. En dat mensen überhaupt een woning kunnen vinden. Dus ze moeten bouwen, bouwen, bouwen. Ja, waarom sta je achter het symbool? Dit symbool staat voor waar ik zelf ook van hou, heavy metal. En ik geloof in een alternatief Breda. Ik geloof dat de VVD ook een alternatieve partij is. Stem dus VVD, stem alternatief. Dit waren maar een paar van mijn fantastische kandidaten. Ik hoop jullie van genoten hebben. En ik zie jullie graag in de stembok op 21 maart 2018. En vergeet niet de VVD te stemmen.